Yo, we zijn hier op festival, maar we zijn niet door. Zijn jullie aan het opruimen? Ja. Je hebt ook gehoord dat het niet doorgaat? Ja. Jammer. Do you know it's really cancelled? All... Yeah, the whole weekend is cancelled. Are you sure? Ja. Heel veel mensen zijn ook in shock en zo. Heel veel mensen zijn aan het komen, heel veel mensen zijn aan het vertrekken hier ook. En het is ook gewoon echt super warm. Het is echt goed te stay hydrated. Gaan jullie naar huis? En ik vond het al wel loes. En je had wel lang kaarten op voorhand ook of? Ja, ja, toch wel sinds april denk ik. Oh, we kwamen hier toe met de trein en dachten, oh my god, alles staat, het is helemaal klaar. We hebben 2 uur in de hitte moeten aanschuiven voor een ticket. Ah, je hebt wel een ticket gekregen? Ja. Maar de deuren zijn nooit open gegaan. Nee, want dat was voor de camping, dus dat ik naar de camping gaan, onze tent opgezet. En dan dachten we, ja, we gaan naar het festival gaan. En dan kom daartoe, staat al een hele rij, weet je, ja. Mijn mama heeft toch al binnen, wat gebeurt hier? Ze hebben niks van informatie, ze hebben niks. We zijn gaan praten, we wilden iets kopen om te eten, maar er is niks van eten zelf. Dat is de hele dag zo. We zijn gaan praten met die barman. En die barman is een van hun. Wat is er wel? Ja, het is echt van niks. Echt niks, niemand wist iets. En opeens, we hebben dat krokje gecanceld. Nee, we horen dat, we zien dat eigenlijk allemaal online op Facebook. Er wordt hier niks gecommuniceerd. Komen jullie vandaar? Komen jullie van de ingang? Of? Ja. En wat hebben ze tegen jullie gezegd? Niks. Er is niks gecommuniceerd. Helemaal niks gezegd. Je hebt op Facebook gelezen dat het niet doorging. Oké. Okay. Shit. En wat is het plan nu? Naar huis. Oh. En we hebben 15 euro parking eisen. Ah, je hebt een parking ook moeten betalen. Ja. En de politie stond daar ook. Met honden en matrakken. En... Waar? Aan de ingang? Ja. Aan de ingang, ja. Mensen waren doorgebroken. Toen kwam de politie daar. Hello, smoke.